Sporthal De Stoep zit zoals altijd goed vol als Sliedrecht thuis speelt. De belangrijkste wijziging in de selectie is de terugkeer van Nienke de Waard, hier rechts in beeld. Ze speelde een jaartje in Duitsland in Berlijn, maar wilde daar niet blijven. En omdat er geen goede andere aanbiedingen waren, keerde ze weer terug op het oude nest. De service van Lynn Thijssen. Aanvalsopbouw van Sneek, maar die wordt goed afgeblokt door Florica Egermond en Mariska Koster. En in de eerste set loopt Sliedrecht er overheen. En is het al snel setpoint. Nog één puntje dus en de service voor Lynn Thijssen, die dit jaar meer speelt omdat Brecht Gijsbertsen, de andere middenaanvalster, voor haar studie tot eind november in het buitenland in Australië zit. De laatste bal gaat naar Esther van Berkel en dat is een zekerheidje en dus is de eerste set voor Sliedrecht. De tweede levert hetzelfde beeld op. De ploeg van trainer Meino Roosendaal is veel sterker en komt tot mooie aanvallen, zoals hier met Nienke de Waard door het midden. Ze kan het dus nog steeds. Setpoint voor Sliedrecht weer. Laatste bal voor Esther van Berkel. Slecht verdedigd bij Sneek. En dus gaat de tweede set naar Sliedrecht. Geen veldje aan de lucht, ook niet als de derde set door slordig spel wordt verloren. Dit zijn beelden uit de vierde set. Daarin biedt Sneek helemaal geen tegenstand meer. En hamert Nienke de Waard het matchpoint binnen. 25-14 in het laatste bedrijf. En dan zou je denken dat dat vrolijke gezichten oplevert. Tevreden over het resultaat, maar niet tevreden over het vertoonde spel. Dus daar hebben we het net over gehad in de kleedkamer. Ik vond dat we heel slordig speelden en met te weinig plezier. En daar kom je wel mee weg met 3-1. We winnen op basis van individuele kwaliteiten. Maar we moeten meer kunnen laten zien dan wat we vandaag hebben laten zien.